Nou, dat is al een stuk stabieler dan vorig jaar, Sjoerd. Mooi. Ietsje meer je ruimte gebruiken voor het uitzetten. Af en toe ook, af en toe ben je daar een klein beetje slordig. Je klappert ook weer terug op het water, hè? Het is zonde. Gebruik je ruimte, mooi dat rondje maken achter en ook gelijk. En eigenlijk wat mij betreft zou je iets minder ruimte mogen hebben achter. Maar ik geloof dat je boot al op het uiterste staat, dus er valt weinig aan te veranderen. Denk eraan goed je rug fixeren als je trapt. Je hebt dan eigenlijk om een heel klein stukje onderuit te trappen.